gezellig, hè? Het is gewoon, ja. Terwijl Diana een rondje maakt voor de camping en een bruidje maakt met de gasten, leek Henry Ozoet wie het kind dat ze nijven het runnen van een boomkwekerie ook nog tijd overhaaien om een camping te runnen. Het idee is eigenlijk een jaar of 10, 15 jaar geleden begonnen. Eigenlijk eerst keer als we ergens herreden of naar Frankrijk gingen canyoningen of klimmen of raftexpedities of wildwaterkanoën. We hadden in een auto een beetje een kalle van. Ja, eigenlijk moesten we toch een plekje hebben in de buurt waar we zelf het kunnen realiseren eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk een beetje altijd de achterkop blijven hangen. En toen zijn we in 2010 een beetje met... Ik heb me gewoon begonnen. Ze hebben het plan gehad om op de Hazeljaar in Kunningsbos een park te ontwikkelen. Dat is toen eigenlijk spaak gelopen door. Maar daardoor kwam ik wel een beetje in de picture bij andere gemeentes. En de gemeente was mij toen onder andere ook benaderd of ik hier niet wil beginnen. Dit was eigenlijk al een heel ooit camping uit eind 60er, begin 70er jaren. Ook de laatste 20 jaar niks meer aan gedaan is. En daar hebben we toen een ganz nieuw plan voor opgezet. En daar zijn we in 2013, 1 januari 2013, zijn we daarmee begonnen. En toen hebben we het ook direct gans opnieuw aangepakt. Dus een grote bulder laten komen, alles weg. De standplaats, ook al lui wat die stongen hebben, even moeten schuiven eigenlijk. En een gedeelte, dat wordt ook gewoon... Schrot, dat wordt ook niet meer te verplaatsen eigenlijk, omdat er al jaren niks meer gedaan wordt. Maar in ieder geval, daar ben ik begonnen en daar zijn het eerste jaar denk ik gans klaargemaakt. Dus in augustus de eerste lui, wat toen verplaatst, zijn ook weer naar een nieuwe plek teruggekomen. Dus nu sanitair gebouw, nu weg. Vroeger wordt eindelijk wat de rechte weg, boom, boom, boom. Maar niks leuks met leuke wegjes of feitjes, geen aankleding, geen buin. Dat hebben we toen allemaal opnieuw gemaakt. Tegelijkertijd ook aan het Daagstrand begonnen. Vroeger als de trein oploopt, zoog ze niet meer aan de dens. De grondslag wordt dik langs de waterkant wordt dik 2 meter hoger dan wat het nu is. We hebben een totaal van 180.000 kub grond verplaatst om het strandlandschap wat we nu hebben zo te creëren eigenlijk. 2014 zijn we toen ook begonnen aan de beachclub. En het jaar daarna is de waterskibaan geopend. Dus het kwam steeds meer erbij eigenlijk. Het is allemaal enig wat plan toen geweest. En we hebben nog heel veel plannen om het hier nog verder en nog leuker en nog mooier te maken. De camping van Amici Beach zijn steeds meer mensen die het hele jaar doorgebroken willen maken van een chalet. Het is een schöner plaats, ja. We hebben direct uitzicht op de zee. En ik ben angler, kan direct daarvoor naar angelen gaan natuurlijk. En het is een schöner plaats, ja, moet ik zeggen. We wonen in Moers, knap 100 kilometer entfernt. Maar we houden ons, dat ik Rentner ben, ons hauptsächlich hier op dan. We hebben eigenlijk deze winter de tweede fase van de camping gestart. Daar waren we eigenlijk goed overal met klaar. En nu zie je de tweede fase en eigenlijk komen we nu staan, bovenop op de berg. En dat is eigenlijk ook het mooiste uitzicht over het hele meer. Daar komen nu 20, 25 nieuwe huisjes. En in de toekomst wordt dat nog verder uitgebreid. Wat we wel hebben is dat we voor deze locaties, omdat dat ook vol op het blikveld ligt van de Daagstrand en zo, hebben we wel een beetje voorgeschreven, we willen maar één huisje daar. We moeten niet in de wildgroei van huisjes hebben, we moeten een beetje een eenheid vormen eigenlijk. Zeker omdat ze hier hoger zit, zo krijgen ze over dat prachtige blauwe water her, dan krijgen ze over de waterskibaan her, dus altijd gaat te zien en gaat te doen. Maar ook midden in de winter zit hij prachtig. Dan zit hij de grote troppengauzen op het water, zwanen zwemmen hier rondje. Heel veel natuur. We werken ook heel nauw samen met de natuurverenigingen wat hier in Effel en ook in Kreis Heinsberg zitten. Dus we hebben ook een paar jaar geleden die rivierkreeftjes uitgezaaid. Het is nog een van de laatste plaatsen waar nog de echte Europese rivierkreeft in het water zit. Het zijn maar zo'n beestje, het zijn niet die grote kreeften als op de Dijerups. Ja. Ook verder proberen we heel veel met de natuurvereniging en ook de visvereniging samen te werken om hier natuur en recreatie toch een beetje hand in handje kunnen laten gaan. Ja, we hebben nu van de winter dit allemaal opnieuw aangelegd. Er is een nieuwe transformator gekomen, nu overal door de grond nieuwe leidingen, nieuwe weg hebben we gelegd. En er zijn nu de eerste 4 huisjes gekomen. Die mensen die kosten het zich al voorstellen. En nu loopt het een heel stuk sneller, want nu is natuurlijk alles avond. Je kunt zich ook natuurlijk een veel mooier beeld vormen als wie het
wie het vorig jaar om deze tijd was. Wir hatten es schon 5 Jahre vorher, bevor ich in Pension ging, mit Mobilern beschäftigt, haben uns auf der Welt und hier in Deutschland umgeguckt und haben also das Haus von innen sehr gut durchgeplant, sage ich mal. Und an sich war es nicht spannend gewesen. Wir haben schon mehrere Häuser in dieser Art mal gekauft und das ist unser letztes jetzt natürlich. Und ja, das ist an sich unser Traum, sage ich mal jetzt, zum Ende. Op en nu volgend jaar weer een stuk of 10 huisjes te kunnen neerzetten. En dan, ja, dan zijn er misschien nog 5 of 10 over. God weet waar de dromen eigenlijk het enige. Ja, sky's the limit. Hè? Ja. Ik heb nog een hoop veel ideeën. Dus als ik het alles kan uitvoeren en samenwerken natuurlijk ook met kruis en gemeente, dan, ja, dan wordt het eigenlijk een heel mooi paradies. Niet iedereen kan zich zo'n klein paleisje aan het meer veroorloven. Maar ook mensen met een kleinere beurs zijn te vinden op Amici Beach. Ik heb 5 dagen in de week geboekt. War wenig los, kan man op jeden Fall hier machen. Wenige Leute. En Privatstrand hat man hier ook als Campingbewohner. Kan man 24 Stunden lang schwimmen, nachts schwimmen. Man darf Besucher hier hinholen. Was ik sehr klasse finde, muss man anmelden. En sonst super, doch, op jeden Fall. Wo kommst du her? Ik kom selber hier aus dem Kreis Heinsberg. Aus dem Kreis Heinsberg, en da hast du schon Besuch reingeholt? Ja, ik heb mir schon Besuch reingeholt. Frauen oder Männer? Beides. Beides? Ja. Oh, dann lass es dir ja gut gehen. Ich bin ja mit der Frau hier, die will nicht rauskommen. Warum? Die traut sie sich? Die traut sich nicht. Das ist wohl deine eigene Frau, hoffe ich. Ja, das ist meine. Ja? Ja, die Leute, die das sehen, die können das bestätigen. Alles gut. Du bleibst 5 Tage hier und. Morgen ist schon Ende, leider. Ich bin in der Woche gekommen. Die beste Tage müssen noch kommen, gehst du schon weg. Das stimmt. Aber das ist gut auszuhalten daran, so Leute, nicht? Doch, auf jeden Fall. Angenehmes Klima, kann man Durchzug machen. Wunderbar. Schöne Ferien. Dankeschön, Ihnen auch.